Goedemiddag, we zijn hier bij de paprika proef bij FMC. Nico Hartenveld die is hier bij om de proef toe te lichten. En er wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden op trips, rupsen en witte vliegen. Ja, Hans, bedankt voor de introductie. En FMC is misschien bij u niet zo bekend als bedrijf, maar misschien wel met de middelen die we hebben. En een van de middelen die we dus nu beschikbaar hebben voor de glastuinbouw is onder andere het middel Altacor tegen rupsen, tegen meneervlieg. Maar ook het middel Stuart wat ingezet wordt tegen rupsen, maar ook tegen lansen en een aantal andere insecten. En daarnaast hebben we een heel nieuw product in ontwikkeling, wat we eigenlijk in deze proef in de paprika teelt willen laten zien wat de mogelijkheden zijn om een breed scala aan insecten te gaan bestrijden. En het experimentele product dat passen we toe via een druppelsysteem. Dat betekent dat we willen gaan kijken van hoe goed werkt het op luizen, op tripsen en op rupsen. En daarnaast de biologische bestrijders zo te kunnen laten opbouwen dat ze daar geen last meer van hebben in de loop van de teelt. Dat betekent dat we een hele leuke uitdaging hebben om de teelt zo neer te zetten dat telers straks op een makkelijkere manier biologie kunnen gaan inzetten en dat ze ook op een langere moment kunnen blijven werken. Nico, welke insecten heb je nu in de paprika's ingezet waar je dus de effecten van het nieuwe experimentele middel op wil bekijken? In deze proef hebben we dus de insecten persie bladluis ingezet. We hebben de Californische trips ingezet, maar ook de motten van de Turkse mot. En eigenlijk de bedoeling is om een populatie insecten op te bouwen in het gewas. En dat we die dus kunnen laten zien wat het effect is van dat middel. Op het moment toegepast als de insecten erin zitten. Maar ook een toepassing die we gedaan hebben voordat de insecten erin gaan. En we zijn heel benieuwd, hè, wat we ook willen laten zien, wat het effect is op de biologische bestrijders die we dus ook inzetten. En wat dus het neveneffect is. We hebben hier gekozen om oories in te zetten. In een groot aantal per vierkante meter. Maar ook daarnaast de tripserovermijt Mondrensis. En we weten wel dat het product veilig is voor natuurlijke bestrijders. Hè, maar we willen het ook u laten zien wat nu werkelijk het effect is. Deze proef is 4 weken geleden opgestart. Dus we zitten eigenlijk in een beginfase van de aantastingen. En zodra we eigenlijk meer gegevens hebben, dan kunnen we die in de loop van de tijd ook laten zien. Het is een uitdaging en ik ben ervan overtuigd dat we hier iets heel leuks voor de paprika-telers neer kunnen gaan zetten. Ik denk ook wel dat we nu een begin staan van echt een zichtbaar effect van het product. En zeker ook het hele brede werkingsspectrum tegen meerdere insecten die het gewas kunnen knagen. Of eten, zuigen of likken. Bijvoorbeeld witte vlieg. Die kun je aanpakken. Maar het is ook heel belangrijk om dan ook te weten dat je dus een hele goede werkingsduur hebt. En dat gaan we dus ook in deze proef met 2 behandelingen in een bloksysteem gaan we dan ook duidelijk maken. Waardoor we nog beter die positionering van het product voor de telers in beeld kunnen brengen. Nico, we willen je hartelijk bedanken voor het toelichten van deze proef. We weten allemaal dat de paprika telers echt op zoek zijn naar een geïntegreerde oplossing om het ripsprobleem op te lossen. Oories is ontzettend belangrijk om het uiteindelijk ook te laten slagen. Dus we zijn heel blij dat jullie dit initiatief oppakken. En laten we hopen dat er goede resultaten volgen en een toelating van het experimentele middel. Ja. Ik wil je daarvoor bedanken. Graag gedaan, Hans.